Ik heb er echt al super veel spullen gezien. Maar wat doe jij hier eigenlijk? Een beetje van alles, bijvoorbeeld films en theater. Als je een speciaal object zoeken, kom je naar ons en wij hebben dat. Bijvoorbeeld Belgium's Got Talent. Ook doen we feestjes. Als je bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje geeft en je hebt graag het thema dokter of je hebt het thema dieren, apotheek, maakt niet uit. Dan creëren wij een hoekje of de hele ruimte waar ze selfietjes kunnen trekken voor Instagram en Facebook. Dus hier zijn de waterdieren en dan komen wij de lanteren. Zo cool. Van waar halen jullie al deze spullen eigenlijk? Er zijn dus heel veel oudere mensen die van een groot huis naar een appartement verhuizen. En in dat grote huis zijn dan van die speciale meubilair dat heel oud is. En dat komt dan allemaal bij ons terecht. Of bijvoorbeeld winkels die een hele winkel vernieuwen. En alle plaspoppen moeten weg. En dan kopen wij die op, zoals je hier ziet. Zo cool, hè? Zeg, wat vind jij nu het allerleukste wat hier staat? Ik vind onze Dracula hier wel heel leuk. We doen die heel vaak verhuren voor Halloween of aan de Sint-Sefori in de spookhuizen daar. En zoals je ziet, hij ademt echt. Dus het is nog griezelig ook. Cool, maar waarom stoppen jullie er eigenlijk mee? Ja, vroeger kwam iedereen naar ons als ze zoiets heel speciaals zochten. Maar tegenwoordig kijkt iedereen op het internet en daar vind je bijna alles goedkoper en sneller. Maar ik heb heel, heel goed nieuws voor jou. Wij gaan in dit gebouw, wanneer wij weggaan, een karting inrichten met al onze spullen. Dus jij moet zeker komen. Hey, hey. Supergoed dat je naar Karrewiet kijkt. Als je nu nog meer nieuwsvideo's wil bekijken, abonneer je dan zeker ook op ons kanaal en bekijk ook deze video's. En een duimpje omhoog mag natuurlijk altijd. Zeker doen.